Belgen en de Belgen moppen. Altijd heel cliché, eerlijk is eerlijk. Ja, ik kan er vaak op lachen en ze gaan vaak nergens over. Maar eigenlijk, kort door de bocht genomen, zijn de Belgen oer en oer stom. En de Nederlanders eigenlijk zo zuinig en elke cent wordt omgekeerd. Maar ja, zijn die Belgen eigenlijk wel zo stom als dat wij denken en zeggen? Neem nou bijvoorbeeld het beleid van in de grensgebieden over de accijnsverhoging van de diesel of de brandstof in het algemeen. En dan ook nog eens de accijnsverhoging op de drank en de sigaretten. Nou, de Belgen die hebben in principe allemaal mensen moeten aannemen. Pompstations bij wijze van spreken bij moeten bouwen. Gewoon domweg, omdat ze het werk niet meer aan kunnen. Omdat alle Nederlanders in principe vanuit het zelfs midden-Nederland naar de Belgische grens reizen om daar hun sigaretten en hun autootje vol te gooien. Zelfs de professionele brands. Denk aan de buschauffeursbedrijven of busbedrijven. Grote vervoersbedrijven waar toch wel eventjes 15 tot 1600 euro per tankbeurt gedaan wordt. Dat gebeurt allemaal in België. Ja, en dan zeggen de Belgen natuurlijk, ah wel, wie de laatste liter uit wil knijpen, krijgt de slang op de bakkes. Hè? Maar ja, goed, uiteindelijk is gebleken uit feiten en uit cijfers die gepresenteerd zijn, dat de overheid die al die miljoenen dacht binnen te reiken met die verhogingen, uiteindelijk het dubbel zoveel verlies hebben geleden. Ik bedoel, de mensen in de pompstations aan de grens werden allemaal ontslagen. Pompstations werden gesloten en nog meer ellende. En de Belgen blijven maar lachen. Dus ja, zijn die Belgen nou wel zo stom als dat wij zeggen? Maar laten we eerlijk zijn, ga daar maar eens over denken als u uw tank aan het volgooien bent.